moeten jullie doen? Je komt in de sfeer als je met een 7-raad. Mag ik het nog niet zeggen? Ja, ja, geef het maar aan. Jullie moeten om te snel met 100 7-raads hier terugkomen. Met 100 7-raads? Nee, het is iets anders. Jullie moeten om het snelst. Te pakken, jullie moeten om het snelst terugkomen met een oldtimer. Dat is een wagen van minstens 25 jaar oud. Maar in die wagen moet nog iets voorzien zijn. Hoe dat is? Geef een type, haarkleur. Haarkleur, een blondje. Jij moet een blondje in de wagen mee hebben. En jij? Een zwartje. Een zwartje. En een non. En een bakkerin. Dus drie vrouwen moeten de chauffeur vergezellen in bakkerin. De bakkerin. En een non, een bakkerin en een blondje. Jij een blondje en jij een zwart. Een non, een bakkerin en een zwartje. En morgen terug? Of een nachtje mee uitblijven of nee? Je mag kiezen, achteraf. Maar ik verwacht jullie tegen een uur of zeven. Oh, laten we succes, mannen. Ja. Geef elkaar, reik elkaar de hand. Ja. Geef elkaar een zoen. Voilà. Daar gaan we. De eerste drie. Meneer, heeft er iemand in Zeveren een oldtimer? Een oldtimer? Zeg, dat is niet nodig. Niemand? Dat hadden we in die doorstoot. Niemand? We gaan er niet. Ja, ik ben een spel aan het spelen. Hè, voor televisie. En ik zou moeten zo vlug mogelijk een bakkerin, een nonneke en een blondje vinden. Maar heb jij geen vrije tijd voor mij met een auto met mij te rijden? Hè, het wordt allemaal gefilmd. We zijn de verdetten van Vlaanderen op dit moment. Ja, maar ja, dat zie ik. Ja, wil je meedoen? Er is wel iemand in Lottenelle, die heeft er waarschijnlijk 4-5. Kunnen jij me daar naartoe brengen? Naar Lottenelle? Naar Lottenelle, alsjeblieft. Mag ik hier een klein telefoontje doen? Kan ik hier luisteren als zijn vader... Ah, wel, dat is goed. Als zijn vader thuis is en die vader heeft waarschijnlijk 4-5 oldtimers. Ja, oké, dat is goed. Is de ceremoniewagen? Ja, dat is hun werk. Ken de ceremoniewagen? Hoe oud is die? Die is geen oldtimer, die is 3 jaar zeker. Ah nee, maar je bent niemand met een oldtimer? Of als jij nu een oldtimer nodig hebt voor je zaak? Ja, dus ga ik naar Zemmerzaken. Maar dat is en hoeveel kilometer is dat? Ja, een kilometer of 15. Mag ik die bellen? Zuidam, dan zou ik een kunnen bestellen, hè. Goed, in die oldtimer moet ik een schoon zwart meisje zetten. Een schoon zwart meisje. En een kloosterzuster. En een kloosterzuster. Ah, kloosterzuster hebben we helemaal. Ah wel, dat is goed. Oké, dan gaan we die bezoeken, hè. Maar waar staat die oldtimer? Zing hem. Ja, dat is al een tijdje. Van moet ik wel nog iemand anders hebben. Ja, mag me zo naar ergens anders bellen. Dank u wel, excuseer me. Ja. Die zal waarschijnlijk wel politie. Ik sta wel zoveel achter, maar ik sta 2-0 achter. Ik heb mijn enigste kans dat ik nog heb om... Ah, zeg, amai, wat een schatten. Dat is eigenlijk heel oud, hè? Ja, en wilde jij dan mee rijden? Echt waar? Echt waar? Wilde jij dat over mij? Ongelooflijk. Meneer, wil jij uw wagen al buiten zetten? Allee. Maar ik zal er wel een andere nummerplaat aan houden, hè? Maar nu momenteel zijn er geen nummerplaat aan bevaren. Maar het is niet ver. Uw vrouw die is toch blond, hè? Mijn vrouw? Ja. Een blonde? Ja, ik moet een blonde hebben. Hè, als ik nu val op minder jonge vrouwen, kan die ook mee, hè? Maar het schijnt dat er hier verder een bakker is. Wilt er nu niemand van jullie met mij even meerijden naar de kerk van Zeveren, alstublieft? Nee, waarom niet? Oh, dan moet ik een ander klooster, hè. Mijn zuster is niet akkoord. Goeiedag, meneer. Handen naar omhoog? Nee. Wel, ik ben bezig met een spel. Ah ja, je hebt gelijk, in uw branche. Ik ken deze hier. Wel, ik kom iets vragen. Wij zijn bezig aan een spel. Ik moet zo rap mogelijk... Op de dorpsplein van Zeveren zijn met een oldtimer. Het schijnt dat jij een oldtimer hebt. Ja. Waar staat die ons? Zouden die niet mogen? Zouden jij met ons niet willen tot voor de kerk van Zeveren komen? Ja? Ja, dat kan. René, uw zwarte schone? Ah, wacht hè. Oh, ik kon ze niet beter dromen. Monschap, wil je met mij mee rijden in je oldtimer? Echt waar? Zeg, maar nu moet ik nog een kloosterzuster overhalen. Nu heb ik naar het klooster gebeld en die betrouwende die lag een telefoon, geloof ik. Ken jij de zusterkes goed? Ja, ik kan. Ga er mee? Ik ga mee. Gaan we nog een keer naar het artikel halen? Ah, dat is goed. Schitterend. Prachtig. Goed. Weet je wat ik ook nog moet hebben? Een bakkersvrouw. Een bakkersvrouw? Ja. Is dat een probleem? Ik denk het niet. We hebben hier twee bakkers in Lottenelle. Ah, waarschijnlijk zal toch wel één van de twee... En het zijn geen twee weduwnaars.
zijn geen twee weduwen. Dag zuster Overs, ik ben Manu Verret. U kent me misschien van televisie of van gelijk wat, maar ik ben dus, ik neem deel. We zijn van toch weer. Ja, wacht, ik kom eerst tot bij u. Ik ben zeer sympathiek van u. Maar ik ben een diepgelovige jongen. Ja, geloof dat van mij? Ik neem dat aan. Dat is echt waar, hoor. Ja, maar ik neem dat aan, meneer. Nee, ik twijfel daar niet aan, maar ik kan dat zeker niet doen. En geen enkel van mijn zusters. Ik weet niet wat pijn. Ja, maar het was zelf wel gelijk. Ze binnenkwamen, maar zelf niet. Nee, meneer. Alsjeblieft. Ja. Meneer. Spijt. Ja, zuster. Ja. Het was te schoon geweest, hè? Het had er vlug geweest. Dag, meneer. Ja, het is in orde, dag, Marie. Ja, Marie het is er niet. Het is er niet, sorry. Ik ben in duel met onze man, hè? Dat is goed, dus dat is in orde. En uw vrouw mag even mee. Ja, ik zal hem verder drinken, dat is geen probleem. Oh, dat is goed. Ja, ja, ja. Hoe noemt de bakkerij hier? Patrick. Rood aan bakker Patrick. Oké. In Rotterdam. Meneer Patrick, van harte bedankt. Zonder dank. Dus toch, wacht eens even. Pizza maar, De top, de baan was even liggen open. Ja, het mogen we nog veel meer aan. Ja, maar is misschien al beter dan meneer. Dat is de bakker in. Dag, mevrouw. Wil jij bij mij meekomen? Ja? Dat is goed. Zeg, misschien. Nu, om zo weinig mogelijk tijd te verliezen, hè. Ja. Zeg, mevrouw van den Bakker. Ja? Wilde jij niet daar telefoneren naar uw schoonvader? Ja. Dat hij met een oldtimer tot hier komt. Want anders moet die kloosterzuster mee in de bestelwagen. Allee, dus jij redt. Pas op. Ik moet Karin meedoen naar 7. Ja, ja. Hoe is het gaan hier? Ja, goed. Mevrouw, bent u een kloosterzuster? Ja. Mag ik nou eens iets vragen aan u? Ja. Ik ben René Verret en jij kent mij, hè? Nee, ik ken niet. Kent u niet? Nee. Kent u mij niet? Nee, dank u. Ja, maar allee, kom hier. Nee, ik zei, allee, kom eens. Je moet toch geen schrik hebben? Nee, maar... Nee? Je bent een brief aan posten. Allee. Je moet er wel aan winnen. Hallo? Dag, zuster. Is zuster Agnes thuis? Zit in de kapel. Oh, wacht. Ai. Hoe lang zit u? Ik ben bezig aan een tv-spel en ik zou moeten een van een kloosterzuster. Ja. Jij bent toch nog een zusterke? Want jij mocht direct meegaan. Hè? Ja, ik heb een van uw collega's nodig om even mee te gaan. Maar ik verstond het niet, meneer. Dat is niks, meneer. Dat is niks, zuster. Die naam komt mij absoluut niet vreemd voor. Dat geeft niet. Maar ik ben blij dat u echt niet zomaar op iets doorgaat aan een telefoon. Ja, dat is waar. Dat is heel veilig. Maar als u nu zou kunnen zorgen dat een van uw medezusters... Ja, maar zuster Linda is nu juist naar de mis en om 6 uur komt ze terug. Ja, maar is er iemand anders? Is er iemand anders? Ja, misschien zuster Chris. Allee. Zijn ze er aan toe? Ja, graag eens. Ik ben Manu Verret, alias Jomadok, zuster Agnes. En ik doe mee aan een tv-spel. En wij moeten dus zo vlug mogelijk aan de kerk in Zeveren zijn met u... Of een van die voorgangen. Ja, mama, het is gewoon zuiver ontspanning. Kom, zeg mij niet ontvoeren, zeg mij niet. Allee, kom aan. Zonder haar dan. Het is serieus, ga wel mee. Allee. Ik kan jongens, ik kan mee van aan de pomp. Ja, dat is van de garage. Van de garage. Ja, en breng ik hem veilig terug. Alsjeblieft. Die mevrouw gaat ook mee, dat is een bakker in. Dat is meneer. En dat is een oldtimer. En nu gaan we meneer zijn vrouw nog halen, dat is een blondje. Ja, kom aan, mannen. We zijn in een minuut. Zuster, alsjeblieft. Mijn zwarte schoonheid, alstublieft. Mevrouw de bakkersvrouw, alstublieft. Ja, want ik moet er van voor, hè. Voilà. Voilà. Ja, dat is Zeveren Centrum, ja. Is ze maar al? Ik geloof dat we de eerste zijn. Nu moeten we vlug tot aan dat kruidenierswinkeltje rijden, hè. Ah, waar is dat? Hier. Ja, stop. Ja, nu moeten jullie hier in de wagen stappen. Ja. Ja, ik ken nog één. Ja, waarom eten domme blondjes nooit mosselen in het weekend? Dat zijn weekdieren. Staan er al, hè? Godverdomme, het is niet waar, hè. Allee, spoei doe. Allee, maar bam, rap, jongen, een auto, alsjeblieft. Rap. Lopen! Kom, lopen. Kom mee. Spoei doe. Allee, doorrijden. Doorrijden, passeren. Allee, red hier omver. Passeren, zeg ik. Mevrouw, allee, kom, stap in. Ga stoppen. Ah, moment. Hij is scheuren, hè. Waar is allee. Voilà. Kom. Kom, zwarte schoenen, kom hier. Wat?
Wat moet ik nu doen, hè? Wat mijn zwarte schoon, hè? Wat moet ik mijn kloosterzuster en mijn bakkersvrouw. Dag, bakkersvrouw. Alsjeblieft. Mag ik een kussen? Ja, hè? Ja, zo. Voilà, hè. En mij mag je ook kussen? Hier. Voilà. Dat is ongelooflijk toeval, hè? Voilà. Tegenslag. De bakkersvrouw? De blonde dame? Ja, zeker. En de non? Kom aan, hè. Dan zit ik erbij. Ik heb twee nonnen gekust vandaag. Ongelooflijk. Zeg, de koen bij elkaar. Kom eens dichter. Het is ongelooflijk. Ik zal vragen aan de zuster. Wie is er nu gewonnen? Wij. Ja! Malu is gewonnen met 3-0. René! Oh, René, dat is René. Nee, maar wij hebben ongelooflijk een tegenslag gehad. Op het einde, hè? Want ik dacht dat mevrouw van meneer daar ging mee instappen en op het laatste wilde die niet mee instappen. Dus, zeg maar. Ja. Maar ik heb één en troost, hè. Ik kan nooit jaloers zijn op mijn tweelingbroer. Dus ik ook niet. Mijn beste vriend heeft gewonnen, dat is ook even. Je school weer! De mooiste vrouw van Vlaanderen. Hey, wat is dat? Dit was het duel met de gebroeders Quaren. René, nee, je bent maar nu, hè? Nee. René heeft gewonnen met 3-0. Ben jij René? René.